Mijn naam is Matthew Immers en ik speel beachvolleybal al sinds mijn 13e. Eigenlijk begon het allemaal met indoorvolleybal. En daarvoor was ik geselecteerd voor een aantal selecties. En toen dacht ik, nou, ik woon eigenlijk in de buurt van Den Haag, laat ik ook op het strand gaan volleyballen. En dat ben ik gaan doen en toen ben ik geselecteerd door WTN, de bond hier, waar ik nu voor speel. Sindsdien ben ik eigenlijk altijd blijven beachvolleyballen en heb ik uiteindelijk voor beachvolleybal gekozen. Nou, op sportcampus is het eigenlijk perfect met trainen, want we hebben een indoor beachlocatie die echt heel groot is met 6 velden. En we hebben een buitenlocatie met 6 velden. Dus dat maakt het voor ons echt perfect. We hebben hier een kantine, we kunnen hier eten, een keuken. We hebben ruimtes waar we kunnen zitten om te studeren zelfs, als we daar nog mee bezig zijn. We hebben eigenlijk alle benodigdheden hier. Zelfs een krachtruimte. Iedereen woont hier in de buurt, of komt hier in de buurt wonen hiervoor. Dus ik vind het eigenlijk heel fijn dat we zo'n locatie hebben in Nederland. Het eerste wat we, toen we zagen dat onze trainingsmaatjes de wedstrijd hadden verloren. Ze elkaar omhelzen, we hebben tranen gelaten, belletjes met vrienden en familie. En we hebben een uur even op de kamer gewoon alleen maar het in moeten laten bezinken. Ja, ik heb echt genoten van dat moment. Ik zal het nooit meer vergeten dat ik Steven omhelste op het bed van oh, we gaan gewoon naar de Olympische Spelen. Ik zag die foto, toen dacht ik wauw, dit is zo vet. We spelen gewoon onder de Eiffeltoren. Het stadion is zo groot, ik heb dat nog niet eerder meegemaakt om voor zoveel fans te mogen kunnen spelen. Daar heb ik vooral heel veel zin in. En het is bijna elke dag uitverkocht. Nu al, je kan bijna geen kaartjes meer krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat je gewoon elke wedstrijd vol publiek krijgt met zo'n leuke sfeer. Ja, daar doe ik het wel echt voor, ja. Dus de Olympische Spelen komen er natuurlijk aan. Dus ik wil iedereen vragen om te komen kijken en de beachvolleybal weer te proeven. Het is zo geweldig om mee te maken met fans die echt voor jou zijn. Dus ik zou eigenlijk wel heel vet vinden als iedereen zou willen komen kijken en de sport zou willen leren kennen.